consultants, wij komen bij bedrijven en we zien hoeveel pijn dat doet. Even buiten van wat je elke dag in de krant leest, of wat het doet. En ja, wij beschikken over de technologie om zoiets te maken. En toen dachten we, wij hebben ook binnen CIA Partners iets, dat is consulting for good, waar we pro bono veel projecten uitvoeren. En ja, een beetje in dat kader zitten we hier eigenlijk. We zitten hier om te helpen, zeg maar. Ja, en de vraag over het vertrouwen? Het vraag over het vertrouwen, dat is iets wat heel veel aandacht moeten besteden en goed moeten nadenken hoe we dat doen. En dat is een rol voor ons, maar het is ook een rol voor alle betrokken partijen die dit allemaal gaan leveren. Maar hebben jullie nog geen concrete ideeën over, of wel, over hoe je dat vertrouwen gaat? Ja, zeker. We hebben hele uitgebreide ideeën zelfs over. En dat is namelijk ook gewoon ons vakgebied, hè, om laten zeggen. Te communiceren naar grote achterbanen op bepaalde boodschappen, zeg maar over het voetlicht te brengen. Dat is wat we veel doen, gezamenlijk met onze partners, met onze klanten, waar we dat voor doen. Maar noem eens een paar van die ideeën. Als jullie nadenken over hoe ga ik die app bouwen, hoe zit mijn backend in elkaar, wat voor vertrouwensideeën heb je dan al in je hoofd? Oké, laten we zeggen, je hebt aan de ene kant, hoe ziet die oplossing eruit, hoe secure is die, et cetera. Nou, daar gaan we gewoon voldoen aan alle regels die gesteld zijn. We hebben nog niet zo heel erg nagedacht over het in productie nemen hier van het een en het ander. Want we zijn net 48 uur bezig met de Nederlandse situatie. Maar als je naar Frankrijk kijkt, mijn collega's in Frankrijk, die hebben een consortium met onder andere Orange en Dassault Systems, waar een enorm secure backend is opgetuigd, waar het allemaal op gaat draaien. En daar zit een team van 10, 15 security specialisten zit erop, om dat allemaal in detail uit te werken, zeg maar. En ja, laten we zeggen, daar wil ik graag over communiceren. Maar dat is gewoon een heel complex onderwerp. En dat wordt door ons opgepakt. De publieke opinie en het vertrouwen, ervoor zorgen dat het vertrouwen daar goed is, is denk ik een additioneel onderwerp waar we ook aandacht aan moeten besteden. Het ecosysteem waarin de app gebouwd wordt, is niet onbelangrijk voor de vraag of het te vertrouwen is. Je noemt de Dassault Systems, nou, dat ken ik als een enorme defense contractor. Hoe ga je vertrouwen kweken? Snap je wat ik bedoel? Ja, laten we zeggen, dus door partners te mobiliseren, door het onder te brengen in een back-end omgeving die vertrouwen verschillen geeft voor de doelgroep. Maar goed, weet je, je kan er zeg maar mening hebben over. In Frankrijk is dat met de overheid zo uitgetocht geweest. Daar zijn ze toch wel oké mee. Ik moet zeggen dat de Franse toezichthouder, de KNIL, toch wel behoorlijk wat bezwaren heeft opgeworpen vorige week ten aanzien van de keuze van de app Live. Dus wat mijn punt is, is ook belangrijk om de toezichthouder te overtuigen. En een van de manieren om dat te doen zal zijn op basis van een privacy impact assessment. Ja, en dat is akkoord, hè? Die nemen we mee en dan komen we op terug. Daarnaast denk ik dat het vertrouwen, ik denk dat we allemaal toch een stukje standaardvertrouwen naar elkaar hebben. Dat we hier allemaal met de goede bedoeling zitten. Het wordt allemaal live uitgezonden, we zijn hier allemaal bij elkaar vandaag. Wat betreft denk ik dat er heel veel openheid is naar elkaar. Dat betekent ook dat er af en toe als woorden gezegd worden en dat iemand niet met elkaar eens is, maar er wordt in ieder geval over gesproken. Daarnaast moeten we, walk the talk. Als we iets beloven, dan moeten we dat doen. Als we weten dat we iets niet op een bepaalde tijdstip kunnen bereiken, dan zullen we dat ook eerlijk zeggen. Als wij die app over 10 dagen niet klaar kunnen hebben, ja, dan gaan wij niet hier een hoop werk doen en iedereen aan het werk houden om ons met onze app blijven ondersteunen, dan sluiten wij ons, of dan geven we liever een hand, ja, op dit moment mogen we een ander geven, alleen een van de andere partijen die het verder kan ontwikkelen. Maar we hebben echt vertrouwen in dat onze app aan al die eisen voldoet, dat die op punten zeker nog moet verbeterd worden, waar we ook met z'n allen aan werken. We hopen dan ook zo snel mogelijk de PIA en de
software ter beschikking te bestellen zodat dat gereviewd kan worden. Maar het is ook een het is natuurlijk ook een appathon waar we in zitten vandaag. Dus we hopen ook gewoon die van te leren en dat mee te nemen naar de toekomst. En wat is de snelle fase? Zou die open source code dan gepubliceerd worden? Dat is natuurlijk van belang dat zo snel mogelijk gebeurt. Dat is specifiek. Ja, dat gaat natuurlijk ook in overleg met het ministerie van VWS. Misschien willen zij niet. Dat moeten we natuurlijk maar naar kijken. Wat ons betreft kan die gepubliceerd worden als we daar aan mensen mee kunnen helpen. Misschien ook andere landen zelfs. Of daardoor verbeteringen kunnen aanbrengen in die code. Zullen we dat zeker doen. Maar goed, het kan ook zijn dat we misschien toch ergens niet helemaal goed zit. Dan wil je natuurlijk ook niet dat. Niet bevrienden van die data zouden kunnen. Dus het is allemaal heel nauw. Dus mag ik nog heel even een vraag stellen? Sorry. Ja. In jullie oplossing gaan jullie ook uit van dat er een rol is waar VWS iets van een database inricht. Eigenlijk een vraag bijna voor VWS. Zijn jullie daar tevreden mee? Of vinden jullie dat een goede oplossing? Andere appbouwers ondersteunen eigenlijk of ontzorgen daar via een centrale oplossing. En hier ga je uit dat VWS iets gaat inrichten. Of heb ik dat mis? Nou, mensen laten zeggen, we zijn hier om te helpen en alle varianten zijn mogelijk. Wij kunnen het helemaal doen. Wij kunnen het functioneel weer hier doen. Goed, weet je, alle varianten daarin zijn mogelijk. Wat we wel proberen te doen met de functionaliteit die we bieden, om dat zoveel mogelijk te parametriseren. Zodat zeg maar de GGD of gedurende de crisis functionele aanpassingen kan aanbrengen in de werking van de algoritmes. Oké. We sluiten af. Dank voor de medepanelleden. Blijf nog even in de kom. Dankjewel. 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 Bedankt. We moeten wel de call afsluiten, juist.